We staan hier in de rij voor de Olympische ringen. Je ziet, er zijn meer mensen die zo'n foto willen hebben. En ik sta hier met de drie stille krachten van Team Just Lease. De mannen achter de prestaties van onder andere Antoinette de Jong en Irene Wüst. Keeping up with Korea. Rutger, coach. Ja. Hoe gaat het? Goed. Weer goed. Want dit is het moment waar jullie 4 jaar lang naartoe hebben geleefd. Ik zat in het stadion voor het eerst tijdens de race van Irene. Zij krijgt langzaam door. Dit wordt goud. Zag jij het eerder? Tuurlijk. Of durfde Irene het nog niet te geloven? Tuurlijk. Dat weet ik ook wel. Officieel mag je nog niet juichen. Dan moet je blijven zitten. Want het kan nog van alles gebeuren. Maar ja, dit kon gewoon niet meer misgaan. Oh, sorry. De rij. Ik ben zo benieuwd, mannen. Wat wordt daar gezegd? Irene komt van die baan af. Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Je zit met z'n allen in een roes eigenlijk. En je raakt elkaar aan. En je hebt lol met elkaar. En ja, het heeft niet echt inhoud gehad in de zin van we hebben een goed gesprek gevoerd of zo. Nee. Het was even met z'n allen door het dolle heen. Het is een eenmalige wedstrijd. 1 keer in de 4 jaar doe je zoiets, kun je zo'n titel halen. Ja. Dat maakt het dan heel speciaal. En dat geeft ook die ontlading op het moment dat je dan goede prestaties levert. Wat voelde jij op dat moment? Ja, dat is zo lastig om dat te omschrijven. Maar je voelt een soort van ontspanning. Het is gelukt. Waar je 3,5 jaar mee bezig bent met z'n allen, met iedereen hoor, eromheen. Ja, krijgt dat gewoon een goed uiteinde. Dat is gewoon geweldig. Jan kwam van de baan af. Dat lukte niet. Ja. Hoe help je hem op zo'n moment er bovenop? Je hoeft eigenlijk niks te zeggen, want hij weet ook dat het niet voldoende is en dat het niet goed genoeg was. Daarom geef je aan, jongen, dat is best een oké rit, alleen gewoon niet goed genoeg. Ja. En dat weet hij en dan laat je hem 1,5 dag laat je met rust en dan zeg je, ja, nu doen we wel die knop om, want we hebben nog een TP te gaan, een teampursuit. Ja. En dan moet je er gewoon staan. En uiteindelijk lukt dat hoor, maar je moet ze even hun ding laten doen, eventjes een beetje laten balen. Is dat voor iedereen anders? Natuurlijk is de benadering is daarin anders. En de een die accepteert wat er gebeurt, accepteert die makkelijker of komt het op een later moment, komt het nog eens een keertje terug. Ploegachtervolging. Ja, dan begint het weer, hè, van vooraf aan. De individuele afstanden zitten dan op en die zitten er nu op. En nu is het eigenlijk om een zo goed mogelijk ploeg te formeren met het Nederlands team. We hebben de beste schaatsers, maar kunnen ze ook het samen. Is het eigenlijk moeilijk, want je gaat natuurlijk ook vol spanning zo'n wedstrijd in, om dan een soort van koelbloedig te blijven tegenover jouw schaatsers? Ja, ik hoop dat ik koelbloedig overkom naar hun. Maar dat ben ik niet. Van binnen ben je dat niet. En heel soms dan ben ik wel eens met iedereen bezig, doen we een startje en ook met Antoinette. Ja, dan probeer je gewoon cool te zijn. Maar dat ben je niet hoor. Kan ik je wel beloven. Echt niet. Dat lijkt namelijk wel inderdaad. Je kan je voorstellen dat als je als coach zenuwachtig in de ronde gaat lopen huppelen en ja, dat die atleet ook denkt van doe eens even normaal man. Ja, precies. Johan, misschien een beetje een gekke vraag, maar ja, jij staat er op het moment dat ze dus de baan afkomen. Waarom sta je daar? Nou, je vangt de mensen op na de race. Dat is hetgeen wat je doet. Je hebt het eerste verhaal vaak eventjes met ze. Het zijn een paar kleine woorden. Ja, je bent meer een beetje ter ondersteuning, zeg maar. Kan je nog een beetje genieten of ben je echt alleen maar gefocust op die medailles? Want ik bedoel, je bent ook op de Olympische Spelen. Ik heb voor mezelf zoiets van, ik kijk hier over 10 jaar op terug en dan daalt het pas in waar je bij bent geweest. Ja. Want hier wordt gewoon geschiedenis geschreven. Welke sport heb je eigenlijk nog meer in de gaten op het moment dat je tijd hebt? Of volg jij alles een beetje? Of nou, ben je echt we zijn helemaal weg van curling op het moment. Ja, het is echt ongekend. We hebben het zelfs over gehad om misschien voor de volgende speler wel in te schrijven. Ik ben laatst met een bedrijfsuitje met Key Music, ben ik eerste geworden in curling. Ja, jullie hebben mij zien schaatsen. Ja. Het is of dat of curling, jongens. Ja, ik moet een keer gaan kiezen. Ja, curlen. Doe mee. Doe mee. Hoe voelt dat een keer winnen dan voor jou? Ja, ik ben het nog steeds aan het vieren. Oh, we mogen, jongens. Een foto. Ik reik deze Olympische Spelen ook medailles uit. Ze worden gemaakt waar je bij bent, ja. Rutger. Ja. Ik heb jij net op de foto zien gaan. Jij krijgt de medaille voor de meest fotogenieke Nederlander in Korea. Zo. Ja, misschien kunnen we een beetje applaudisseren, jongens. Dat het een beetje... Rutger, hij komt ertoe. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat goed, hè? Waar zou hij een medaille voor moeten krijgen, Wouter? Dit duurt te lang. Ja. Ik zeg het nergens hoor. Je krijgt van mij de medaille voor beste stille kracht. Ja, mooi. Dank je groot. Lief jongen. Wouter, weet jij het wel? Ja. Rutger? Eén brok energie in Korea, de man. Voor beste brok energie in Korea? Brok energie. Ja, laat me goed. Beste brok energie. In Korea. In Korea. Ja, nee. Nee, moet je thuis komen. Wouter. Dank je wel. Gefeliciteerd. Komt er toe. Oh, mooi. Dit zijn ze. Oh ja, wacht even, dat ben ik natuurlijk niet helemaal gewend, maar... Keeping up with Korea. Q Music. You make us cute.